Het is gelukkig enorm druk in de Haagse binnenstad. Met jaarlijks 33 miljoen bezoekers is het ook van handjevol zakrollers the place to be. Een perfecte plek voor criminelen om toe te slaan. En het wordt ze ook vaak erg makkelijk gemaakt. Maar liefst 2/3 van de zakrollerij vindt plaats in winkels. En voor u is het van belang te weten hoe zakrollers te werk gaan. Het spreekwoord de gelegenheid maakt de dief gaat helaas nog vaak op. Nou, dat is toch niet normaal? Nou, rustig kan je niet maar een beetje voorzichtig zijn? Ik ben gewoon aan het kijken. Dat is niet zo vervelend. Nou, kom nou eens op. Wil zei het niet zo? Ben jij waterdicht? Oude tak. Oude tak. Heb je, moet je zelfs in de spiegel kijken hoe je eruit ziet. Wes, ga toch weg, Schiedel? Doe je ook vooral zo. Maar weet je wat? Laat maar. Ik heb het wel gezien. Gelukkig, dan hebben wij rust. Dank je wel. Sorry meneer, sorry. Dat was niet de bedoeling. Sorry meneer. Ga ik wel even aantrekken. Ja. Yeah.
Pardon, mevrouw. Ik had een vraagje. Heeft u misschien de andere schoen van deze voor mij? Kijk, hoor, welke maat heb je? 38. Ga ik houden. Hartstikke bedankt. Ja, ze gaat hem halen. Dank u wel. Goed. Goedemiddag. Wie mag ik dan helpen? Hallo. Hallo. We komen aangifte doen van diefstal. Ik ga met u de aangifte opnemen. U heeft in deze film een aantal werkwijzen van criminelen gezien. We hopen dat u hierdoor zakkenrollers eruit pikt en dat u actie onderneemt. Spreek criminelen er gewoon op aan, is ons advies. Haal ze zo uit de anonimiteit. Het is een stuk partnerschap dat ik als chef van de wijkpolitie een warm hart toedraag. Waarvan ik verwacht dat politie en ondernemers de handen ineen zullen slaan. Ieder op zijn eigen terrein.